Hallo, dit is Timo Haver uit Haarlem. Ik volg Maarten van Rossum al lang. Ik ben ook geabonneerd op de Maarten. En voordat deze podcast bestond, had ik eigenlijk al de wens dat er een soort Maarten van Rossum journaal zou bestaan. Dat hij wekelijks het nieuws zou becommentariëren. Dus met deze podcast is eigenlijk een droom werkelijkheid geworden. Hi, ik ben Tom en ik ben hier om even te vertellen dat we een speciale paasspecial voor je hebben. Het gaat over de veranderende machtsstructuren in de wereld. Maarten van Rossum, aan het woord, tijdens je paasbrunch. Veel plezier. Goed zo. Ja, waar gaat het vandaag over? Over, laten we zeggen, de veranderingen in de wereldmacht. Dat we zeggen, we gaan het hebben over die landen die mondiaal een rol van betekenis spelen. En dat zijn er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel. Op dit moment zijn dat er in feite drie. Dat is China, dat zijn de Verenigde Staten en dat is de Europese Unie. China en de Verenigde Staten, als iedereen weet, zijn nazistaten. Die gedragen zich heel anders natuurlijk dan de Europese Unie. Dat is geen nazistaat, maar dat is een verzameling van nazistaten. Het is geen bondstaat, het is meer een statenbond. Maar we zullen zien dat de invloed van de EU groter is dan veel mensen denken. Dat het deze drie spelers zijn, is heel anders dan... Laten we even 50 jaar teruggaan in de geschiedenis. We zitten dan in 1971, als ik goed reken. En dan ziet de wereld er machtspolitiek gezien totaal anders uit. China speelt geen enkele rol. In feite is China op dat moment nog een hopeloos derde wereldland, verscheurd door de wonderwaarbaarlijke ambities van Mao Zedong. Een van de grootste vijanden van zijn eigen land die ooit hebben geleefd. En de wereld wordt beheerst door een bipolaire machtsstructuur. Namelijk aan de ene kant de Verenigde Staten, daar heb je ze weer. Die zijn er nu nog, die waren er toen ook. En de Sovjet-Unie. En het interessante is, de Sovjet-Unie bestaat helemaal niet meer. Die is geïmplodeerd, om het zomaar te zeggen, zoals we zien, aan het eind van 1991. En wat ik ga beschrijven is hoe dat proces van verandering zich heeft voltrokken. Hoe we in feite van een bipolaire structuur naar een... Ik zou het niet een tripolaire structuur willen noemen op dit moment. Veel structuur lijkt de wereldpolitiek eigenlijk helemaal niet te hebben. Er is wel een soort van beginnende competitie. Grotendeels nog retorisch tussen China en de Verenigde Staten. De Europese Unie staat wat wonderlijk terzijde, omdat de Europese Unie nu helemaal niet beschikt over een militair apparaat waar iemand bang voor is in deze wereld. Maar wel allerlei andere dingen kan. Dus eerst terug naar de jaren 70, 50 jaar geleden. In 50 jaar is er toch betrekkelijk veel veranderd, moet ik zeggen. Ik ben nu 77, dus ik was toen, als ik goed reken, 27. Dat is wel een weinig bemoedigende gedachte, maar toch, we moeten hiermee voort. En we beginnen helemaal aan het begin van de jaren 70. Want hoe was het toen gesteld met die bipolaire structuur die ik al heb gesignaleerd? Aan de ene kant was er natuurlijk de Verenigde Staten. Toen en nu nog steeds de belangrijkste en machtigste staat op deze aarde. Ook qua militair apparaat de best toegeruste staat op deze aarde. Dat was toen ook zo. Maar aan die enorm eminente positie van de Verenigde Staten, zeker in de eerste, zeg eens wat, 20, 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog, daar begonnen wel rafelrandjes aan te verschijnen. En het eerste duidelijke rafelrandje was eigenlijk de devaluatie van de dollar in augustus 1971. Dat we zeggen devaluatie. De Amerikanen zelf noemden het niet zo. Die zeiden ja, de dollar is losgekoppeld van het goud. En alle andere munten ter wereld zijn gerevalueerd. Maar wij zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Dat is grotendeels onzin. De dollar devalueerde toen met 10% en is in de daaropvolgende jaren nog verder gedevalueerd. En zoals we nu weten, wat is de dollar waard ten opzichte van een euro? Nou, het is minder dan een euro. Ik weet niet precies hoe ze nu staan, maar het is minder dan een euro. De dollar is niet meer de triomfantelijke munt die het ooit geweest is. Overigens is er nog in de jaren 80 een intermezzo geweest. Merkwaardigerwijs precies toen mijn dochter in de Verenigde Staten studeerde. Waarbij de dollar nog eens een keer fijn opliep tot waarden die het, nou ja, zelfs daarvoor nooit had gehad. Maar dat heeft niet lang geduurd. In deze wonderlijke gouden jaren, dus voordat dat allemaal gebeurde, was de dollar ten opzichte van de gulden 3,60 gulden.
kunt het je nou niet meer voorstellen, maar dat was de waarde van de dollar in die tijd. Het was de wereldmunt. In alle opzichten is het overigens nog steeds de wereldmunt. Ik heb altijd begrepen dat je met een $100 biljet overal in de wereld kunt betalen. Waar je ook bent, wat je ook doet, je kunt altijd betalen met... Zorg dat u, als u een wereldreiziger bent, altijd een pakketje van 10 maal $100 bij u heeft. Als u beroofd wordt, valt het mee en toch kunt u overal betalen. Dat was punt 1 in de verrafeling van de Verenigde Staten. Maar er was natuurlijk een verdere verrafeling en die betrof eigenlijk de interventie in... Zo, wij dreigen getorpedeerd te worden door een Zweeds metalen kasteel... waarop staat Volvo, ik rol. Nou, hij rolt wel. En als hij zo doorrolt, dan rolt hij ons ook ondersteboven. Ja. Het is een van die auto's. Ik kan niet laten dat even tussen haakjes te zeggen. Vervelend dat de lezing zo gestoord wordt door deze opmerkingen. Mijnerzijds van een totale gigantische overbodigheid. Hou daar toch mee op mensen met zulke idiote auto's te kopen. Hij is zo groot dat hij zelfs in de enorme ruimte voor ons niet in staat was om behoorlijk te parkeren. Maar misschien heeft dat andere oorzaken niet. En is dat de volstrekte ondeskundigheid van de bestuurder? Dat sluit ik niet uit. Neemt u mij niet kwalijk. Wat was het andere rafelrandje aan de Amerikaanse mondiale positie? Dat was de mislukte interventie in Vietnam. Die was al in de late jaren 50 op kleine schaal begonnen, had voortgeboekend in de jaren 60. Het was iedereen, maar dan ook iedereen duidelijk dat het een verloren zaak was. Dat het een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende met zich mee had gebracht en dat er een eind aan moest worden gemaakt. En ook de toenmalige Amerikaanse president, die ik nog niet eens bij naam heb genoemd, Richard Nixon, en zijn op zichzelf bekwame, maar in allerlei opzichten nogal onbetrouwbare beveiligheidsmedewerker Kissinger, die hadden ook besloten er moest een eind aan komen. Maar ze vonden dat er moest een net eind aan gebreid worden. Peace with honor, zoals zij zeiden. Dus ze hebben nog 4 jaar voortgetopt met die interventie ten einde te streven naar peace with honor. Dat is in feite ook een mislukking geworden, want de vrede die ze uiteindelijk in 1973 wisten te bereiken, die hadden ze ook 4 jaar eerder kunnen bereiken en dat hadden ze een stuk beter kunnen doen. Dan waren er minder mensen gesneuveld. Dus dat project, het was natuurlijk een zaak die het Amerikaanse aanzien in de wereld enorm had aangetast. He, als je jong was in de jaren 60, wie er jong was in de jaren 60, die moet wel ergens ooit gedemonstreerd hebben tegen de Amerikaanse interventie in Vietnam. Het hele idee dat de Verenigde Staten een soort perfecte staat waren, daar was in feite in allerlei opzichten niets van overgebleven. De ramen waren ingegooid. Iedereen was bereid om dat belletje te gaan trekken. De president was ook niet helemaal goed bij zijn hoofd, bleek achteraf, want toen... Als je dan nog verder met de rafelranden wil, Nixon moest aftreden in 1974 omdat hij wonderlijke criminele daden had bedreven. Omdat hij bang was dat hij de verkiezingen van 72 zou verliezen, die hij ook zonder deze idiote criminele daden met gemak zou hebben gewonnen. Daar zie je aan, ik waarschuw iedereen maar even, laat u niet leiden door uw paranoïde instincten, want meestal betekent dat niks. Doe normaal, gedraag u niet crimineel, dan lukt het meestal ook wel, als het lukt. Ja, zo, dus de Verenigde Staten waren niet in alle opzichten in een perfecte conditie. Het leek op datzelfde moment, we zitten nog steeds in de jaren 70, dat het met de Sovjet-Unie eigenlijk voortreffelijk ging, in allerlei opzichten. De Sovjet-Unie was ook politiek actief, bijvoorbeeld in Afrika, wel zodanig dat de Amerikanen zich er enorme zorgen over maakten. Waar moest dat heen? Groeiende invloed van de Sovjet-Unie in de derde wereld, in combinatie vaak met de Cubanen. Overigens moet je achteraf constateren, heeft dat nooit enige betekenis gehad. Het heeft ze zakken vol met geld gekost zonder dat het ooit iets heeft opgeleverd. Ze hadden helemaal geen plan. Niet waar wat daarachter stak, heel anders dan de Chinezen nu in Afrika. Sowieso maken die Chinezen vaak de indruk dat ze een stuk beter over van alles hebben nagedacht dan de voormalige Sovjet-Unie en de huidige Verenigde Staten. Die ook vaak nogal gedreven worden door wonderlijke sentimenten. Maar goed, de Sovjet-Unie leek er geweldig voor te staan. Een van de redenen dat zo leek te zijn, was natuurlijk de oliecrisis van 1973... Die was weer het gevolg van de zogenaamde Yom Kippur-oorlog, niet waar?
Israël was aangevallen, maar ook toen was weer gebleken dat het militaire apparaat van Israël veruit superieur was aan het militaire apparaat van alle gezamenlijke anti-Israël bondgenoten. Dus de Yom Kippur-oorlog was ruim gewonnen door Israël, maar het was toch een hele schrik. Het had ook weer geleid tot allerlei spanningen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En bovendien de OPEC-landen, de landen van de Organisatie van Olieproducerende Staten, die hadden besloten om een boycot af te kondigen tegen degenen die Israël steunden. Dat waren natuurlijk de Verenigde Staten, overigens ook Nederland en ik meen nog twee andere landen waarvan ik vergeten ben welke het waren, maar dat doet er ook niet zo verschrikkelijk veel toe. En dat had ook geleid tot een enorme prijsverhoging van de olie. Echt, ik doe het nu even uit mijn hoofd, maar ik dacht dat een barrel olie, hè, dat is zo'n grote ton olie, dat is de rekeneenheid, dat die voor de OPEC, voor de crisis van 73, $2 per vat kostte en daarna, ik zou maar zeggen, tienvoudig of zo. Het was een enorme stijging. Die overigens al heel snel door inflatie werd weggevreten. Dus het viel uiteindelijk allemaal wel mee. Gek genoeg was een van de grootste profiteurs van deze immense stijging van de olieprijs was de Sovjet-Unie. Die is ontwikkeld al heel. Die had en heeft enorme hulpbronnen die daar gewoon onder de grond gestopt zitten. Eigenlijk het enige nuttige wat de Russen kunnen is die grondstoffen naar boven brengen en verkopen aan anderen. De Economist heeft nog eens uitgerekend dat als de Russen zelf iets met die hulpbronnen doen, dat ze minder waard worden dan wanneer ze in de zon de grond blijven zitten. Op zichzelf een unieke prestatie natuurlijk. Maar het betekende wel dat de Sovjet-Unie in de loop van de jaren 70 kon beschikken over zeer omvangrijke hoeveelheden westerse valuta die ze uit konden geven aan allerlei avontuurlijk gedrag in de wereld. Bovendien bouwden ze grote raketten waar de Amerikanen zich ook zorgen over maakten. Nixon en Kissinger hadden een beleid gevoerd ten opzichte van de Sovjet-Unie dat heet détente. Zeg maar ontspanning. Het hele idee van de détente was eigenlijk om de Amerikaanse wereldwijde positie te behouden. In feite door de Sovjet-Unie als het ware te temmen. En dat wil zeggen, het idee was wij erkennen de Sovjet-Unie als gelijkwaardige partner in die bipolaire wereld die daar in de Tweede Wereldoorlog ontstaan is. Maar dan vinden wij wel dat de Sovjet-Unie zich moet houden aan de regelgeving van die bipolaire orde die wij hebben uitgevonden. Dat is wel even een kwestietje natuurlijk. Dat was het idee. Op zichzelf een hele handige buitenlandse politiek. Dat had ook een goede tijd had dat gewerkt. Met name omdat Brezhnev, de toenmalige chef van de Sovjet-Unie, en Nixon het goed met elkaar konden vinden. En Brezhnev was een overtuigd voorstander van die détente-politiek. Die in feite zijn hoogtepunt vindt in zo'n bekende akkoorden van Helsinki. Woorden van Helsinki hielden in grote trekken in dat de Sovjet-Unie als gelijkwaardige partner wereldwijd werd erkend. En bovendien dat de bestaande orde in Europa, met het IJzeren Gordijn en Oost en West, dat die in feite ook werd gelegitimeerd. We zullen zien, dat was maar voor eventjes. Dat is op zichzelf wel interessant, het was maar voor eventjes. Maar goed, Brezhnev en Nixon konden het goed vinden, maar als Nixon verdwijnt, dat is dus 1974, wordt hij opgevolgd door zijn vicepresident Gerald Ford. En Gerald Ford doet ook nog wel iets aan détente-politiek. Die heeft toch een ontmoeting met Brezhnev en het ziet er op zichzelf niet zo slecht uit. Maar in 1976 wil Gerald Ford zelf gekozen worden als president. Dat moet ik er even bij zeggen. Ford is nooit gekozen. Ford was de vicepresident van Nixon. Nixon trad af. Ford werd president. Nu wou hij op eigen kracht president worden, maar hij had wel concurrentie in de Republikeinse Partij. En van wie? Van Ronald Reagan. En Ronald Reagan was veel en veel rechtser dan Gerald Ford, zeker ten aanzien van het beleid. En ook als je natuurlijk in oppositie bent, ben je ook altijd veel radicaler dan degene die de daadwerkelijke beslissingen moet nemen. Dus Ronald Reagan was tegen die hele détente-politiek. De hele rechtervleugel van de Republikeinse Partij moest niets hebben van die détente-politiek. Dat was weggeverij en zo. En bovendien, die Russen kon je nooit vertrouwen. Als je even de andere kant op keek, waren ze toch bezig om naar superioriteit te streven. Dat was het idee. En Ford was zo bang voor de concurrentie van Reagan, die het inderdaad bijna gelukt is in 1976, dat hij zijn staf verboden heeft om het woord détente nog te gebruiken. Kortom,
Er was een stap gezet op weg naar de langzame aftakeling van dat hele détente-model. Daar kwam het eigenlijk een grote trek op neer. Ford werd wel de Republikeinse presidentskandidaat, maar hij verloor de verkiezingen van Jimmy Carter. Een totale outsider. Dat was weer gerelateerd toch aan die hele Watergate-affaire, waarbij natuurlijk Nixon. Kijk eens, nog weer een parkeerder. Ander merk nu. Ja, dat is wel een van de nadelen van de opnames, geluidsopnames in een auto. Dat je steeds parkeerders om je heen ziet die er niet veel van terechtbrengen, mag ik wel zeggen, als ik weer zo naar deze parkeerder kijk. Misschien zou toch de les in parkeren, dat zou niet gek zijn. Hij komt nu even kijken of hij niet toch een goede kans heeft om eens flink tegen ons aan te knallen. Hij kijkt daarbij werkelijk als een donderwolk, die man. Terwijl hij toch zo'n ontzettend leuke Renault heeft. Hij zet maar even zijn achterruitenwissertje aan. Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen, eerlijk gezegd. We gaan verder met de wereldpolitiek. Ja, je ziet hoe je kunt schakelen tussen. Kijk, hij geeft het ook op. Weer een tweede persoon die gezakt is voor zijn inparkeerexamen. Leuk om te zien is dat. Eigenlijk in allerlei opzichten is natuurlijk als iets fout gaat veel leuker dan wanneer het goed gaat. Dat wordt nogal eens miskend dat zo is. Jimmy Carter wordt president en die besluit het allemaal over een hele andere boeg te gooien. De mensenrechten komen centraal te staan in het Amerikaanse buitenlandse beleid. En ook die détente-politiek op precies het aspect ervan wil die wel doen, maar toch wil die een hele nieuwe start maken. De Russen moeten er niets van hebben dat ze niets van mensenrechten moeten hebben. Dat was op zichzelf wel vrij begrijpelijk natuurlijk. Maar ook die nieuwe aanpak van die strategische onderhandelingen in het kader van de détente-politiek over hoeveel raketten ieder mocht hebben, daar zagen ze eigenlijk ook niks. Zij zeiden, er zijn afspraken gemaakt en we gaan geen totaal nieuwe afspraken maken. Kortom, de verhoudingen tussen die twee landen die werden eigenlijk in de loop van de jaren 70 steeds slechter. Dat moeten we bijzeggen, ik suggereerde het al, dat de schijn was dat de Sovjet-Unie het geweldig maakte. Ze verdienden tientallen miljarden dollars jaarlijks aan die olie-export die ze nuttig konden besteden, of althans die ze op idiote manier over de balk gooiden. Maar goed, zij dachten zelf dat het nuttige besteding was. Maar ondertussen ging het eigenlijk economisch structureel bijzonder slecht met de Sovjet-Unie. Eigenlijk vanaf de late jaren 60 stagneerde de Sovjet-economie. Er zat geen enkele groei meer in. Het stond simpelweg stil. Het was stilstaand water. En iedereen weet wat er gebeurt in stilstaand water. Daar treedt rot en bederf in op. En je kunt rustig zeggen dat achter een schijnbaar interessante voorgevel de Sovjet-Unie ernstige last had van rot en bederf. Ik kan het niet anders noemen. Dat had ook te maken met het feit dat de situatie in Oost-Europa, toen ter tijd deelde natuurlijk van het Sovjet-imperium, die was ook niet bijzonder rooskleurig. Veel landen in Oost-Europa moesten geld lenen in het Westen om de broek nog een klein beetje op te houden. Neem de DDR in die tijd, die toch in allerlei opzichten steeds afhankelijker werd van West-Duitsland. Denk aan de Polen, die enorm veel geld hadden geleend in het Westen, waar ze dan geloof ik allemaal BMW's als politieauto's van kochten. Ja, het is vaak, als je denkt waar het aan besteed wordt, denk je, oh, oh, oh. En eigenlijk begint dat, die aftakeling van de Sovjet-Unie, die begint duidelijk te worden, een van de eerste signalen waarbij dat zichtbaar wordt, dat is in december van het jaar 1979. Het is een hele wonderlijke zaak, maar in allerlei opzichten is 1979, een moment waarop je, als je het allemaal geweten had, en zeker met de blik achteraf, met de benefit of hindsight, zoals de Engelsen dat zo fraai noemen, is 79 een jaar waarin het ijs begint te kraken, breekt hier en daar, de zaken komen in beweging, niemand weet nog welke kant het op gaat, maar 79 is, laten we zeggen, het signaaljaar, laten we het zo noemen. Wat gebeurt er in december 1979? De Sovjet-Unie bezet plotseling Afghanistan. Ik zal de luisteraars de ongelooflijke problemen in Afghanistan die daartoe geleid hadden besparen. Eigenlijk hadden de Russen, die zagen ook wel in dat het niet verstandig was om Afghanistan te bezetten. Daar zijn de Amerikanen overigens onder
juist kort geleden, na 20 jaar, ook achtergekomen dat het niet handig is om Afghanistan te bezetten. Net zoals als, wel is het ook weer, Afghanistan is een van de meest significante kerkhoven van imperiale ambities die er ooit geweest zijn. Als je ooit luchtfoto's van dat land hebt gezien, dan begrijp je waarom dat het geval is. En als je nog iets leest over de demografische factoren, dan weet je dat ook. En toch, dat is het wonderlijke van veel mensen die grote verantwoordelijkheden dragen in deze wereld, dat ze zulke ongelooflijke, achterlijke en stomzinnige besluiten nemen. Dat is toch wel dat de Amerikanen er 20 jaar over gedaan hebben om erachter te komen waar de Russen dan een kleine 10 jaar over gedaan hebben. Namelijk dat er met in Afghanistan niet veel viel te verhapstukken. Dan denk je toch, hoe is dit toch allemaal mogelijk? Sowieso dat geïnterveneren in de derde wereld, wat geen van beide reuze mogendheden ooit enig significant voordeel heeft gebracht en alleen maar onbeschrijfelijke ellende met zich mee heeft gebracht. Goed, dit als algemene observaties tussen haakjes. Vanzelfsprekend, de Russen. Brezhnev zegt eerst, nee, we moeten het niet doen. Want als we Afghanistan bezetten, dat is slecht voor de restanten van de dictantpolitiek. En dan gaat er een gerucht lopen dat de nieuwe machthebbers in Afghanistan zouden in het diepste geheim spreken met de Amerikanen. Nou, kortom, de Russen zeggen, we doen het toch maar. Ook het militaire apparaat van de Russen zegt ook, nou, liever niet. En dan is het besluit, we doen eventjes een interventie en dan trekken we ons snel weer terug. Als iemand dat ooit zegt, we doen eventjes iets en dan trekken we ons snel weer terug, gelooft er geen woord van. Want zo is het niet gelopen. Het heeft jaren en jaren geduurd voordat de Russen tenslotte weer uit Afghanistan zijn vertrokken. Nadat daar in feite niets van enige significantie was bereikt. Net zo goed als dat nu ook weer het geval is. De Amerikanen, in het bijzonder Jimmy Carter, die reageren werkelijk op deze kwestie als door een wesp gestoken. Nou, zeg maar rustig, door een heel wespenvolk aangevallen, daar komt het eigenlijk op neer. Carter is woedend. Hij had nog een akkoord met de Russen gesloten over de strategische bewapening in de zomer van 1979, maar dit is... Ik heb met schurken aan tafel gezeten. Ze hebben mij belazerd en voorgelogen. Nou, enzovoort, enzovoort. En Carter besluit in feite om een heel nieuw buitenlands beleid te formuleren. Anders kun je het niet noemen. Dat heet de Carter-doctrine. Want, zeiden de Amerikanen, het is best mogelijk als je in Afghanistan Russische troepen hebt, dat ze zo 1, 2, 3 doorstoten naar de Perzische Golf. Bij dit interessante scenario roep ik de luisteraars op even de atlas op te slaan en te kijken hoe het zit tussen aan de ene kant Afghanistan en aan de andere kant de Perzische Golf. Daar zit namelijk Iran tussen. In die jaren overigens in de greep van een islamitische revolutie. Maar waarom het Russische leger en hoe het Russische leger door had moeten stoten, dat is zo'n... Ja, daar zie je ook zulke rare dingen. Je leest ook wel eens van die dingen in de krant. Dat je denkt, waarom heeft niemand hierover nagedacht, over deze onzin? Kijk even op de kaart. Sla het even op hoe het zit. Hè? Ja, dat was het idee. Ze kunnen doorstoten naar de Perzische Golf. En dan worden onze vitale belangen, namelijk de olie-export natuurlijk uit de Perzische Golf, die worden dan bedreigd. Dus wij gaan, daar komt een doctrine, de Carter-doctrine, waarin wij meteen aankondigen dat alle veranderingen, alle acties van de potentiële vijand in de Perzische Golf zullen met militair geweld worden beantwoord. En dat niet alleen, maar selective dienstplicht wordt weer in ere hersteld. Bovendien beloofde Carter dat hij in de daaropvolgende 5 jaar... Hij zou niet zo lang aan het bewind blijven, maar dit beloofde hij bij die gelegenheid. Hij zegt het allemaal bij de State of the Union in 1980. Hij zegt, de komende 5 jaar gaan we elk jaar 5% extra uitgeven aan de militaire uitgaven. Bovendien is het met die détente compleet en totaal afgelopen. We doen ook niet mee aan de Olympische Spelen in Moskou. Die waren namelijk in 1980 in Moskou. Een daad van ingrijpende kinderachtigheid, dat voel je wel. Doe lekker niet mee. Lekker niet mee. Het is net als mensen die zitten te monopolieën en als dan een van de spelers boos wordt, dat hij dan ineens het hele bord de lucht ingooit.
al die dingetjes op de grond vallen, die stomme kleine dingetjes. Ja, waarop de Russen natuurlijk niet deel hebben genomen aan de Olympische Spelen van 84. Die waren Los Angeles. Je begrijpt dat ze in 80 de Russen alles gewonnen hebben. En dat in 84 dat de Amerikanen alles gewonnen hebben. Want die, het was altijd een beetje de tweestrijd tussen die twee. En de DDR, weet je wel, die vrouwen uit de DDR, ja. Waarvan je altijd afvroeg, zijn dat eigenlijk wel vrouwen? Hoe zit dit eigenlijk precies? Die wonnen ook altijd. Sedert die tijd is dat ook helemaal afgelopen, merkwaardig genoeg. De DDR-atleten, dat is een zaak van het verleden geworden. Maar ja, de Russen worden nog steeds volgepompt met allerlei verschrikkelijke middelen. Ik begrijp ook die hele interesse in die Olympische Spelen. Dat begrijp ik echt totaal niet. Want je weet dat ze allemaal in meerdere of in mindere mate goed detecteerbaar of helemaal niet detecteerbaar gedrogeerd zijn. Het gaat om grote belangen, het gaat om geld, het gaat om nationale status. Het heeft niets met sport te maken, hè? Natuurlijk hartstikke leuk als uw kindertjes op zaterdagmiddag gaan hockey of andere stomme dingen gaan doen. Mijn best, dat is ook heel nuttig en zo. He, dat de ribbitjes beschadigd worden door die akelige ballen. Maar het echte Olympische Spelen, dat is helemaal verkeerd. Dat is totaal uit de hand gelopen. Nog afgezien van de locaties die je, zoals je weet, met enorme bedragen kunt kopen. Het is één grote corrupte zooi. Je hebt nu met het Songfestival. Dat is nog veel erger. Bovendien worden we daar in de komende weken in Nederland mee geteisterd. Ik heb al een extra plaatsje op de vliering uitgezocht waar ik eventueel kan schuilen tussen oud papier en schilderijtjes die we niet opgehangen hebben, want het is verschrikkelijk gewoon weer. Nee, maar die Olympische Spelen, nou ja, nogmaals, het feit dat ze beiden zeiden, we doen niet mee dan, dat geeft al de kinderachtigheid aan. Bovendien, we konden de Amerikanen gaan embargo af tegen de Sovjet-Unie. Dat was wel een vrij serieuze zaak, de Sovjet-Unie. Kijk, het hele Sovjet-imperium, het zo maar te zeggen, daar was nog geen sprake van voedseltekorten, maar de oogsten waren niet erg geklaagd geweest. Het was een probleem wat er aankwam. Dus ja. Ja, Amerika is natuurlijk, was zeker toen een producent van graan, meer graan dan ze zelf op konden eten, zal ik dan maar even zeggen. Dus die verkochten dat op de wereldmarkt en dat weigerde Carter dus ook verder te doen. Dat was de situatie in 1979. Dus in feite was er een nieuwe fase aangetreden in de relatie tussen de twee supermogendheden. In het hele bipolaire evenwicht tussen die twee staten. Zitten we nu december 79. Wat gebeurt er in 80? Nee, ik moet misschien nog even doorgaan op de Sovjet-Unie. Want in 1980 begonnen er stakingen in Polen op een grote werf in Gdansk. Zoals je moet zeggen, het voormalige Danzig. Laat ik het maar gewoon Danzig noemen. Dat is natuurlijk niet helemaal in overeenstemming met de politieke correctheid, maar ik vond altijd dat Gdansk een beetje overdreven. Dat zei je de nieuwslezers en Gdansk zei je dat dan ook altijd. Ik spreek natuurlijk geen woord Pools, dat zul je begrijpen. Ja, daar begonnen stakingen en nou ja, eigenlijk een soort opstand van de Poolse arbeiders tegen het repressieve gezag. A, van de Poolse overheid, maar natuurlijk in het bijzonder van de bezetter van Polen. Want hoe we dat ook wenden of keren, Polen was gewoon bezet door de Sovjet-Unie. Dat was het is een resultaat van die koude oorlogsdeling natuurlijk. Er waren ook elders in Polen stakingen, waar stakingen in de Baltische Republieken. Nou ja, hoe was dat in het verleden altijd opgelost op dezelfde manier? Dan kwam er een militaire interventie van de Russen. Reden er een paar tanks door de straat en her en der werd een schot gelost. En dan was het en de oproerkraaiers werden opgesloten. Het was het politbureau wel duidelijk dat ze daar de mogelijkheden niet voor hadden. Eigenlijk kun je zeggen dat er sprake was in dat Sovjet-imperium, zeker na de bezetting van Afghanistan, van overstretch. Ik weet niet wat daar de juiste vertaling van in het Nederlands van is, van overstretch. Imperia hebben vaak last van overstretch, zo ook nu. Dus ook de andere lieden van het politbureau, Brezhnev was al helemaal tegen een interventie, zet dan is het echt afgelopen met dictant ook in Europa. En dan ook die anderen zeggen, nee, we moeten dat niet doen. En dan besluiten ze eigenlijk om maar kleine concessies te doen. Er was een vakbond opgericht,
onafhankelijke vakbond Solidariteit geheten. Moet je ook weer in het Pools aan, Solidarność, of zoiets der. Moet je dan zeggen, in Gdansk dan. En die hebben ze erkend in eerste instantie. Dat heeft niet zo verschrikkelijk lang geduurd, want tenslotte kondigt de zittende premier in Polen, die kondigt de staat van beleg af, generaal Jaruzelski. En dan wordt het alsnog solidariteit wordt verboden. Een aantal van die lieden wordt achter de tralies gezet. En het voedsel wordt gerantioneerd. Waar je ook aan ziet, ook hier was voedsel- en brandstoftekorten dreigden steeds de kop op te steken. Waar je aan ziet hoe zwak eigenlijk de positie was. Je ziet hier ook dat de Sovjet-Unie, althans het politbureau, wel inzag dat ze niet de kracht hadden om nog weer eens, Polen is natuurlijk een relatief groot land, vergeet dat niet, om ook in Polen nog weer zo'n Tsjechoslowakije, of nou ja, wat we eerder hebben gezien op dat terrein. Dus ook hier zie je dat de Sovjet-Unie in feite ook wat betreft zijn greep op Oost-Europa aan het verzwakken is. Dat was deel 1 van de speciale Paas-special. Morgen deel 2. Heb je het nog niet gedaan? Abonneer je dan op ons kanaal door op het plusje te klikken op Apple en op volgen en het belletje op Spotify. Dan zie je vanzelf als deel 2 klaarstaat in je podcast-app. Het moment waarop die Battle of Britain officieel begint, daar waren natuurlijk al allerlei schermutselingen in de lucht geweest. Maar het moment waarop die Battle of Britain officieel begint is 13 augustus 1940 door de Duitsers Adlertag genoemd. Maarten Verossum over de Tweede Wereldoorlog. Waarom niet? Download het luisterboek via de link in de beschrijving.